to him. Chris Vicky, you are an Iron Man! Chris Nikic heeft echt sportgeschiedenis geschreven. Hij is de allereerste jongen met het syndroom van Down die een Ironman triathlon helemaal heeft uitgedaan. Dat is heel erg straf, want triathlon is een van de zwaarste sporten ter wereld. Chris moest eerst 3,8 kilometer zwemmen in de zee, dan 180 kilometer fietsen en dan nog eens 42,2 kilometer lopen. Tijdens de wedstrijd kreeg Chris begeleiding van zijn coaches. Die hebben een jaar lang elke dag met hem getraind. Veel mensen steunen Chris. Hij wil tonen dat mensen met Down ook heel veel kunnen. I could be inspiration to the kids. Could the kids see me? They can to their parents to protect me. Tijdens de wedstrijd kwamen veel mensen Chris aanmoedigen. In totaal deed hij er 16 uur en 3 kwartier over. Hij moest zelfs een stuk 's nachts lopen. Hij finishte net op tijd, binnen de 17 uur. Dat moet om officieel in de Ironman triathlon te slagen. En Chris heeft de smaak te pakken. Hij wil volgend jaar aan de beroemdste triathlon ter wereld meedoen, die in Hawaii. Go Chris! Merci om te kijken naar de video. We hebben er nog veel meer, dus vergeet niet te liken en abonneren op ons kanaal, hè.